In deze video lees ik een artikel uit dagblad Waterkant van 15 oktober 2024 voor, met de titel Giulio Besari presenteert zichzelf als de nieuwe Javaanse leider. Supermin Giulio Besari, voormalig NDP-lid en nu leider van groep Jojo, kondigt aan dat zijn beweging, Democraten van Suriname, DVS, als nieuwe politieke partij zal deelnemen aan de verkiezingen van 2025. Tijdens een partijbijeenkomst verklaart Giulio Besari dat hij met zijn achterban van 11.000 personen de Javaanse gemeenschap en andere bevolkingsgroepen wil vertegenwoordigen. Hij bekritiseert de behandeling van Javanen in de Surinaamse politiek en presenteert zichzelf als de nieuwe Javaanse leider die opkomt voor een beter Suriname. Laat je mening achter in de reacties en volg de richtlijnen voor een constructieve discussie. De kop van het stuk luidt, Giulio Besari presenteert zichzelf als de nieuwe Javaanse leider. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De groep Jojo onder leiding van Supermin Giulio Besari, die eind september uit de NDP is gestapt en een samenwerking is aangegaan met ABOP, wordt een politieke partij onder de naam Democraten van Suriname, DVS. We zijn gekomen om het land vooruit te brengen, zei Giulio Besari zondagavond op een partijbijeenkomst met de partners ABOP, PDO, NSK en NS. Tijdens een persconferentie eerder verklaarde hij dat zijn achterban uit meer dan 11.000 personen bestaat, waaronder zowel teleurgestelde NDP-leden als anderen. Op 100.000+ manifestatie van de ABOP eind september verscheen Giulio Besari echter met nog geen handjevol mensen. De DVS-leider stelt geloof erin te hebben dat zijn bestuur en de 11.000 beloofde personen op 25 mei 2025 zullen stemmen op de ABOP. Als je niet met 11.000 personen naar Brunswijk komt, dan hoef je niet te komen. Want dan ben je een nul. Op 25 mei 2025 zal de overwinning zijn, aldus Giulio Besari. Giulio Besari, die zichzelf als de nieuwe Javaanse leider presenteerde, bleef ook stil bij de stiefmoederlijke behandeling die de Javaanse gemeenschap krijgt, ondanks de Petje Luur, PL, van Paul Somoradio door ABOP-leider Ronnie Brunswijk in de regering is geaccommodeerd. Overigens beweerde hij dat driekwart van de vergaderzaal met PLRS was gevuld. Hij heeft de PL geaccommodeerd, maar wat hebben wij gekregen als Javanen? Alleen maar schande. Mensen willen de oorlog komen verklaren. Mifado, Luko Amen Namga Fipi. Fipi, Minanga Yu Nasu Datiere. Kan de oorlog dati nou Kodoro, want Amen Srevi Owebib. Bronto is niet de persoon om met mij te komen praten in de politiek. Mie kon FU Vroko Gi Ala Jampanaisi. Vandaag is een nieuwe Javaanse leider opgestaan om voor de Javanen en andere bevolkingsgroepen te werken naar een goed Suriname, aldus de politicus. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.